Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een tauhu gerecht maken. Dat is gefrituurde tauhu bolletjes met kipfilet erin en dan in super pittige saus overheen. Wat ik nodig heb is een tauhu natuurlijk. Je kan ook bij supermarkten normale tauhu halen. Ik heb vandaag toevallig bij Toko dit gehaald. Dus eigenlijk mocht je allerlei soorten tauhu gebruiken. Verder heb ik kip gehakt hout. Ja, ik ben een beetje lui vandaag, dus gehakt gelijk. Klaar ben ik. En daarnaast heb ik nog een ei nodig. Aardappelzetmeel heb ik ook nodig. Ja, bosuitjes, altijd lekker. En nog een soort Chinees paddenstoel. Dat is een zwarte... als je letterlijk vertalen, dat is een zwarte houtoortjes. Die ziet uit als een beetje als een oortjes. Die groeit waarschijnlijk ook aan een boom, als een oortjes aan de boom. Dan moeten we wel, denk 20 minuten in water doen en dan heb je zoiets. Als je het bij toko houdt, gedroogd, dat is zo. En daarnaast heb ik natuurlijk wat groene groenten nodig. Ik heb nu gekozen voor Toisam. Het gaat om dat gezonde groente is. Eerst het tauhu openmaken. Even spoelen. Kip gehakt erbij. De reden waarom ik deze paddenstoel erbij doe is... Deze paddenstoel heeft een... als je het in je mond hebt, dan voel je toch nog wel wat in je mond. Dat is die. Die heeft een aparte textuur. Die net anders als tauhu. Tauhu is zacht. Als je in je mond hebt, dan hoef je niet te kauwen. Dan kun je al... doorslikken, maar deze, als je erop koudt, hoor je juist je geluid. En dat is juist mooi. En natuurlijk ook nog een beetje vanwege de kleur, een beetje zwart. En dan heb je ook wat extra mooie kleuren. En nu even bosuitjes wassen. Gewoon fijn snijden. De rest gebruik ik later voor de andere. Een ei erbij. 1,5 lepel aardappelzetmeel. Peper. Zout. Oestersaus. Ik ben nooit zuinig met oestersaus. Beetje rijstwijn, half dopje. Sesamolie. Deze ga ik nu goed mengen. Ik heb hier een pan met de olie. Ga ik een vuur aanzetten. Want dan gaan we zo frituren. Maar de bedoeling hiervan is dat ik gewoon direct van hier zo'n bolletjes maak en dan direct in olie doen. Als die goed is. En je moet rustig insteken. Ja. Ik kan op mijn schaal doen. Erin laten. Deze mix, het is heel erg zacht. Die kun je niet neerleggen. Dus je moet eigenlijk direct in de olie laten frituren. In de vormen krijgen. Als je hem op een lepel legt en dan laat inglijden, dan is het minder gevaarlijk dan direct uit je hand erin doen. Kijk, dat ziet er mooi uit, hè? Kipfilet is heel snel gaar en die is gehakt, dus misschien nog sneller gaar. Eigenlijk als ze drijven, dan zijn ze al goed, maar ik vind dat ze nog een iets mooiere kleur kan krijgen. Ik heb dus natuurlijk niet alles tegelijk erin gedaan, dus je kan ook zien, sommige al drijven, sommige nog niet. Ze zijn al een beetje mooi bruin. Even voelen. Ik doe het toch maar even terug. Als je buitenkant een krokant korstje krijgt, is het nog mooier. Het frituurgedeelte is al klaar. Ik ga nu wokken. Maar voor de wokken heb ik natuurlijk ook wat kruiden nodig, zoals gember. Ik
knoflook. Ik laat die maar gewoon plakjes blijven. Bos uitjes. En wat ik ook nodig heb is een beetje peper. Ik zei toch, dat is een pittig gerecht. Een beetje olie. Mijn lekker kruidenolie. Ik doe 2 lepel. Hot bean sauce. Rustig laten bakken. Oh, ik moet kort hebben. Kijk dat. Die ga ik rustiger bakken. Ik doe in schotten voor, want deze rustige bakken. Rustig. Deze moet je zo lang doorbakken totdat die nou olie helemaal rode olie uitkomen. Zie je? Wordt helemaal bedekt met de rode olie. Gember, knoflook en pittige peper. Ik heb net wat water erin gedaan en vuur hoog gezet. Laat het nu rustig koken. Beetje zout. Nog extra peper. En deze vergeet in te doen. Ik kan nu nog sterrenanijs. Lepel suiker. En doe een beetje vetje erin. Oestersaus. Nu ga ik deze erin leggen. Nou, nu even rustig laten sudderen. Nou, doe ik de deksel op. Het gaat nu om dat hij nou rustig suddert. Dat smaak, pittig smaak, gewoon juist in de tauhoeballetjes kruipt. Laten we gewoon 10 minuutjes met laag vuur rustig sudderen. Nou, ondertussen kunnen we natuurlijk ook weer wat anders doen. Dat is bijvoorbeeld die groente die wij uitgekozen hebben. Ik ga ze in midden snijden. Kan je voor 2 personen iedere 3 stuks eten. Anders kun je niet delen. Ja, ze zien heel mooi uit. Bijna geen één uit elkaar gevallen. Iets laagje zetten vuur. Ik heb inmiddels al een pan water hier aangezet. En daar ga ik die groenten even koken. Klein beetje zout erin. Klein beetje vetje. En een druppel olie. Nou, water kookt. Groenten erin. Heel snel laten koken. Nou, laat ik mijn vuur laag zetten. Je hoeft echt maar even heel snel te koken. Ik haal ze al uit. Nu ga ik de balletjes uithalen. Bosuitjes erin doen. Klein beetje rijstazijn. Sesamolie. Nog een beetje rijstwijn erbij. Hier is die. Gefrituurde tauhoeballetjes. In super pittige saus. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal.